Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.470 wil je altijd en overal als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 middag 37 PSV verloor zaterdagavond in Tilburg met 5-0 van Willem II en Arnold Brugink is zeer kritisch over. 2 voor half 12 2 Ajax trainer Erik ten Hag heeft Amin Younes tijdelijk uit de selectie gezet. De Duitse 16 over 11 40 koploper PSV ging zaterdagavond met liefst 5-0 onderuit bij Willem II, toch hebben de Eindhovenaren. 4 over 11 33 bij Ajax weigerde Amin Younes zondagmiddag in te vallen. Dat komt de Duitser duur te staan, want hij 10 op 52.408 bij Willem II stapte trainer Erwin van der Looy afgelopen week op onder druk van de supporters. 10 over half 11 17 Vitesse trainer Henk Vrezer houdt het na dit seizoen voor gezien, zijn opvolger is al bekend, Leonid. 10 op 28.146 PSV ging zaterdagavond keihard onderuit bij Willem II, 5-0. Het kleiner dan i groter dan algemeen dagblad kleiner dan i groter dan maakt 10 op 16.344 de clubleiding van FC Twente hoeft Gert-Jan Verbeek en Jan van Hast nog niet te ontslaan, te kort. 4 over 1027 PSV is nog altijd op weg naar het kampioenschap, maar verloor op zaterdagavond op een wel heel erg. 12 voor 1021 Ruud Vormer maakt onderdeel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de aankomende. 1 over half 1067 Momenteel staat Robert Lewandowski nog onder contract bij Bayern München, maar de kans bestaat dat. 9 voor half 10 240 Het plan van Feyenoord om een nieuw stadion te bouwen is de afgelopen tijd alleen maar meer onder. 10 over 988 Klaas-Jan Huntelaar staat vooralsnog op 10 competitiedoelpunten voor Ajax, maar volgens de 9 uur 44 Jan Smit was in het verleden voorzitter van Heracles Almelo, maar werkt nu bij de KNVB in. Voor 79 Mitchell van der Gaag doet het al geruime tijd heel erg goed bij Excelsior, maar houdt eraan het. 2 over half 9 32 Hakim Ziyech gaf 3 assists in het duel tussen Ajax en SC Heerenveen, maar krijgt desondanks. 23 op 45.158 Feyenoord was op zondag met 2-1 te sterk voor AZ, maar aanvoerder Karim El Ahmadi is bijzonder. 23 op 22.108 Het was best een verrassing toen bondscoach Ronald Koeman bekend maakte dat Marco Bizzo van AZ bij de 12 over 11 s'avonds 61 bondscoach Ronald Koeman gooit het duidelijk over een andere boeg dan zijn voorgangers en heeft. 3 over 11 s'avonds 695 Vitesse won een weekje geleden nog van Ajax in Arnhem, maar ging op zondagmiddag met maar liefst. 11 uur s'avonds 56 Gert-Jan Verbeek is niet alleen oefenmeester van het noodlijdende FC Twente, hij verschijnt ook vaak. 22 op 48.151 waar PSV met 5-0 verloor van Willem II, won Ajax met 4-1 van SC Heerenveen, het gat tussen de beiden. 22 op 31.318 Jens Toornstra was vooral in het afgelopen seizoen zeer aanwezig bij Feyenoord met doelpunten en 9 voor half 11 s'avonds 59 Het blijft opvallend dat de gedoodverfde kampioen van de Eredivisie en waarschijnlijke Champions 22 op 12.102 Hakim Ziyech heeft veel voorstanders, maar eigenlijk net zoveel tegenstanders bij Ajax. In de 10 uur s'avonds 799 Martin Odegaard speelt momenteel op huurbasis voor SC Heerenveen, maar is natuurlijk nog altijd. 21 op 48.127 Ajax won op zondag van SC Heerenveen, maar vleugelspits Amin Younes heeft zich toch onmogelijk. 21 op 32.694 AZ verloor op zondag van Feyenoord, maar het had ook zomaar anders kunnen lopen in de eerste helft. 21 op 21.127 oefenmeester Erik ten Hag wilde Amin Younes inbrengen in de wedstrijd tussen Ajax en SC Heerenveen. 21 op 12.352 Matthias Jensen staat in de belangstelling van Ajax en werd op zondagmiddag bekeken door John Steen, 9 uur 's avonds 438.